Kijkers, van harte goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. En in deze editie blikken wij terug op de afgelopen DNA-vergadering. Vandaag in Focus. Regering erkent recht van vreedzame betoging. Minister Achai-Bazin accepteert verantwoordelijkheid in fraudekwestie. Minister Leven stelt parlement gerust over onderwijsproces. En regering gaat voor duurzame en structurele oplossing, problemen, SLM en Grasalco. President Chandrika Prasad Santokhi heeft in de Nationale Assemblée op 19 juli 2022 benadrukt dat het recht van vreedzame betoging wordt erkend door de regering. Dit recht is verankerd in de grondwet en internationaal erkend. Het dient door elke democratische staat gerespecteerd te worden. Het staatshoofd reageert hiermee op de protesten die sinds begin deze week plaatsvinden. De regeringsleider doet een beroep op de betogers om de protesten intern goed te leiden, zodat alles ordelijk en vreedzaam verloopt. Het recht van vreedzame betoging wordt erkend en is verankerd in de grondwet. En dit recht is internationaal erkend en dient door elke democratische staat gerespecteerd te worden, meneer voorzitter. En de regering erkent deze vorm van protest ook zolang deze valt binnen de grenzen, ook van dat democratisch recht. Uiteraard doen we een beroep op de betogers, de protesterenden, om ook intern de protesten goed te begeleiden, samen met de ordendiensten. Want ik heb ook het gevoel dat veel van de betogers goede bedoelingen hebben. Dan moet ook rekening houden met mensen die kwade bedoelingen zouden kunnen hebben. En dat we alles doen dat alles ordelijk verloopt in nauwe samenwerking met de ordendiensten. We hebben incidenten gehad van Molotov cocktails die gegooid zijn op objecten. De politie is bezig dat te onderzoeken, meneer voorzitter, wie allemaal erachter zit. En dat zijn de zaken die we niet willen. We willen een vreedzame samenleving. We willen dat de democratische rechten goed beschermd worden, nageleefd worden, geëxerceerd worden. En daar waar nodig ook begeleid worden door de regering, meneer voorzitter. Maar laten we die eenheid als er naar mangs bewaren. Laten we de belangen en de goede bedoeling van onze Surinamers ook goed tot uiting laten komen. We zijn niet gebaat als er schade aangericht wordt aan objecten en of personen in de samenleving, meneer voorzitter. En laten we als Sernamang ook alles doen om dat niet te laten gebeuren, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, ik heb gisteren publiekelijk ook gecommuniceerd met de protesterenden. En ik heb u opgeroepen. Ik heb ook gezegd dat ik die gevoelens begrijp. Maar hoe lossen we dat op als Suriname? Wij werken keihard als regering. En we hebben ervoor gezorgd, ja, een ernstige crisis om te zetten in 2 jaren tijd naar stabiliteit. Op macro-economisch niveau. Het werkt nu door naar meso-niveau waar we de projecten gaan uitvoeren vanaf 1 augustus. Waar de werkgelegenheid gaat ontstaan, de economische groei zal komen zoals voorspeld. Niet alleen door onze deskundigen, maar ook door IMF en ook door de Wereldbank. Waar een hele negatieve economische groei was, zitten we nu positief, meneer voorzitter. En natuurlijk voelen we ook de pijn in de samenleving. We kunnen ook die onvrede begrijpen en daarom hebben we overleg gehad met de vakbonden en overeengekomen om koopkrachtversterking te brengen bij onze Surinamers, bij de werknemers. En in maart hadden wij reeds 17% gegeven, meneer voorzitter, met de afspraak dat we in juli nog 8% zouden geven. We hebben weer afgelopen week overleg gehad met de georganiseerde vakbonden, meneer voorzitter. En de regering is ready om die 8% te geven. Maar de regering heeft ook voorgehouden de vakbonden dat deze maand de vakantiemaand is. Waar enorm veel
SRD op de markt zal komen. En of het raadzaam is om ook die 8% in juli te geven. En de vakbonden hebben zelfs een beroep gedaan op de regering om dat even niet te doen. En dat de vakbonden overleg gevraagd hebben met de regering en het onderhandelingsorgaan om daarover overeenstemming te bereiken hoe die 8% gefaseerd na juli betaald kan worden. En dat is wat we nodig hebben, meneer voorzitter. Constructieve opstelling. Dat is wat we nodig hebben, wijsheid. Dat is wat we nodig hebben, nationaal belang. Dat is wat we nodig hebben, dialoog. Dat is wat we nodig hebben in tripartiet verband de problemen oplossen, meneer voorzitter. En zo heb ik ook aan de betogers gevraagd om te kiezen voor het pad van dialoog. Ik heb hen ook uitgenodigd, omdat uiteindelijk alle problemen opgelost gaan worden met dialoog, meneer voorzitter. Helaas hebben we een publieke reactie gehad dat men geen dialoog wil. We zullen ons best blijven doen als regering om toch dat dialoog op te zoeken. In ieder geval bij die groepen, bij die personen die een voorstander zijn van dialoog. En wij zullen als regering altijd openstaan voor het voeren van gesprekken, voor dialoog. En gezamenlijk, lexernamang, voor zoek de oplossing in nationaal belang. Als regering, als overheid kunnen we ook niet alleen alles doen. We moeten dat doen op basis van collectieve verantwoordelijkheid. De regering een eigen verantwoordelijkheid, de samenleving een eigen verantwoordelijkheid, de private sector een eigen verantwoordelijkheid, de sociaal-maatschappelijke organisatie, de NGO's een eigen verantwoordelijkheid. We moeten het samen doen, meneer voorzitter. Ik accepteer de verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd is. Zo sprak minister Armand Achijbersing van Financiën en Planning op dinsdag 19 juli 2022 in de Nationale Assemblée. De bewindsman informeerde het parlement over de fraude met betaalopdrachten, het onderzoek op dit stuk en welke maatregelen getroffen zijn om herhaling te voorkomen. Minister Achijbersing benadrukt dat het gaat om vervalste documenten. Hij bleef ook stilstaan bij de chaotische administratie die hij bij zijn aantreden heeft overgenomen. Ik wil dus benadrukken, voorzitter, dat het dus niet gaat om betaalopdrachten die vanuit het ministerie van Financiën zijn uitgegaan naar de centrale bank. Het gaat om vervalste opdrachten die tussen de echte opdrachten zijn geplaatst en aangeboden voor uitvoering aan de centrale bank. In feite, om het heel simpel te verwoorden, voorzitter, is er door personen een valse cheque uitgeschreven en ondertekend en aangeboden aan de bank die het vervolgens heeft uitgevoerd. Uiteraard, voorzitter, rijst de vraag, had het ministerie dit niet kunnen controleren of de betalingen die van de rekeningen zijn uitgevoerd wel correspondeerden met de opdrachten die waren uitgegaan? En dit is een zeer terechte vraag, voorzitter. En daar wil ik ook op ingaan. Voorzitter, ik wil niet het verwijt krijgen dat ik de schuld van deze affaire leg in de voeten van mijn voorganger. Absoluut niet. Ik accepteer de verantwoordelijkheid, voorzitter, van wat er gebeurd is. Maar het is ook belangrijk te weten waar we vandaan komen en wat er gebeurd is niet zonder reden is. Voorzitter, zoals bij velen van u bekend, gingen betaalopdrachten in het verleden via een simpele e-mail van de secretaresse van de minister naar de Centrale Bank en de SPSB. De meeste betalingen van recu's liepen toen via SPSB. De overmakingen werden uitgevoerd en pas achteraf werden dan de onderliggende stukken opgestuurd naar de Centrale Bank of de SPSB. En naar de relevante afdelingen binnen het ministerie. Door de werkwijze die gevolgd werd, is er enorme achterstand ontstaan en chaos in de administratie, voorzitter. En ik wil de foto's met u delen van de administratie die ik overgenomen heb, voorzitter, in dozen
en vuilzakken. Voorzitter, die foto's die door een directeur die al jaren werkt op het ministerie genomen zijn en aan mij toegestuurd zijn in 2020, stel ik u ter beschikking. Ik vind het jammer dat ik ze niet mag projecteren. Voorzitter. U kunt zich voorstellen dat het dan in troebel water vissen is. Voorzitter. Aan de werkwijze van betaalopdrachten via e-mail heb ik gelijk na mijn aantreden een eind gebracht. Alle betalingen vinden momenteel plaats op basis van een schriftelijk stuk, welke wordt getekend door 2 procuratiehouders. Er vinden geen betalingen meer opdrachten plaats via e-mail. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft het parlement gerustgesteld over het huidige onderwijsproces. De bewindsvrouw gaf op dinsdag 19 juli 2022 aan dat de scholen, ondanks de protestdemonstraties, normaal draaien. De examens zijn rustig verlopen, terwijl intussen ook de repetitieweken van start zijn. Een fenomeen waar het ministerie last van heeft zijn fake berichten. Minister Levens spreekt beweringen van fraude bij de afgelopen examens tegen. Dank u wel, voorzitter. Ja. Ik wil ten aanzien van de stakingen, de demonstraties die er nu plaatsvinden, de samenleving en het parlement geruststellen dat de scholen normaal draaien. De examens zijn normaal verlopen. En rustig verlopen. De repetitieweken zijn begonnen en ook dat loopt heel rustig. De scholen kregen desondanks toch een verzoek en een instructie om zich niet te laten afleiden en de repetitieweken rustig te laten verlopen, omdat we al te veel achterstanden hebben en het heel vervelend is voor leerlingen die zich hebben voorbereid op een examen om gestoord te worden in hun examen. Tot nu toe is het goed gegaan en hebben de demonstranten niet de scholen bezocht. En een enkele leerkracht van een enkele school heeft wel meegedaan aan demonstraties, maar dat is bijna verwaarloosbaar. Wat ons wel stoort zijn de regelmatige fake berichten, zoals van vandaag, dat er fraude is gepleegd. Tijdens de toelatingsexamens van HAVO, VWO en NATIN. Er is geen fraude gepleegd. We hebben dat al aan de samenleving meegedeeld. En ik heb een speciaal team op het ministerie die alle fake berichten meteen uit die samenleving verwijdert, van de internet verwijdert. Maar het komt de laatste tijd te vaak voor dat er wordt gedaan alsof er fraude is tijdens de examens of tijdens de repetities. Je hebt wel individuele onregelmatigheden, maar dat is echt per individu. En die pakken wij dus als individu aan. Maar er zijn geen fraude gevallen. Laat maar zeggen, er is geen fraude bij het examen zelf. Wat de achterstanden betreft in zijn algemeenheid, kan ik u vertellen dat er veel aansluitende programma's zijn. Dat betekent, elk gebied in dit land heeft een ander soort achterstand en heeft dus recht op een ander soort programma. En in de vakanties gaan wij doorwerken om de achterstanden per gebied in te halen. We hebben daarvoor speciale leerkrachten en er komen dus vakantiescholen om achterstanden per gebied in te halen. Ik dacht dat dat de meest belangrijke dingen waren die nu speelden. Dank u wel, voorzitter. De regering zet zich in voor een duurzame en structurele oplossing voor de problemen waarmee de staatsbedrijven Grasalco en SLM te kampen hebben. Hiervoor zullen financiële middelen
verkregen uit de goudvoorraden van Grasalgo in het buitenland worden ingezet. President Chandrika Prasad Santokhi heeft het parlement op dinsdag 19 juli 2022 over deze aanpak geïnformeerd. Het doel is dat de Surinaamse luchtvaartmaatschappij weer een nationale trots mag worden. Grasalgo moet een productiebedrijf zijn dat inkomsten genereert en dividend afdraagt. En we nemen als regering een besluit dat we toch gaan voor redding van SLM met een reddingsplan, een herstructureringsplan. En dat wordt heel nauwgezet uitgewerkt met een crisisteam dat is aangewezen boven SLM, maar ook dat we met internationale en nationale deskundigen werken aan die doorstart, die transformatie van die SLM naar een nieuwe SLM. Meneer voorzitter, en als de informatie vroegtijdig naar buiten komen, waarvoor we bezorgd waren, en het is ook gebeurd, dan verandert dan direct de houding van de samenwerkingspartner van SLM. En waarbij de business as usual is om achteraf de betaling te krijgen van SLM na verkregen inkomsten, is de houding dan direct veranderd dat alles vooraf betaald zal moeten worden. En dan begrijpt u dat SLM dat niet kan. Want SLM heeft dat geld niet. SLM heeft een negatieve saldo. Op dagbasis, op weekbasis, op maandbasis, op jaarbasis. En elke vlucht is een verlieslatende vlucht. Op de Mid-Atlantische route, meneer voorzitter. Dus meneer voorzitter, de leiding heeft beslist om de vluchten allemaal voorlopig te staken, te stoppen. En dat heeft gezorgd voor meer dan 1600 gestrande passagiers. Het heeft een social impact en we moeten dit oplossen. Meneer voorzitter, voor de zeer korte termijn heeft het ministerie van Financiën een voorschot gegeven om de gestrande passagiers allemaal naar huis te brengen en ook de gestrande passagiers van Suriname terug te brengen naar huis. En daarvoor zijn er x aantal vluchten die uitgevoerd moeten worden. En dat zal gebeuren met het toestel wat eerder geleased wordt en dat op Schiphol zit, meneer de voorzitter. Vervolgens werken we naar de korte termijn en middellange termijn oplossing. En dat wil zeggen dat SLM weer duurzaam kan vliegen op de Mid-Atlantische route en de regionale route. En daarvoor is er een plan gepresenteerd waarvoor ook een financiële ondersteuning nodig is. En de regering heeft dan ook de financiële oplossing dan aangehoord, uitgewerkt met nationale en internationale deskundigen, met internationale vliegmaatschappijen. En we hebben de financiële instelling van Suriname en ook buitenlandse financiële instelling gezocht. En offertes gevraagd en er zijn offertes gekomen. En gelukkig heeft een Surinaamse bank een betere offerte, betere condities, betere rente en een betere ook belegging van het geld waar de Royal staat ook rente kunnen krijgen. En met die gelden die dan verkregen zal worden door middel van de goudvoorraden van Grasalgo in het buitenland, dat we inkomsten gaan krijgen en daarmee het probleem van SLM en Grasalgo duurzaam gaan oplossen. De minister van TCT heb ik ook gevraagd om hier aanwezig te zijn om ook u naar uw college nader te gaan informeren. Met deze oplossing, meneer voorzitter, hopen we de problemen duurzaam structureel te hebben opgelost. Niet dat ze geld gaan krijgen. De gelden zullen ter beschikking blijven bij financiën. En op basis van notas, goed onderbouwde notas, zullen de gelden vrijgemaakt worden. Dus daarop zal er ook zware controle worden uitgeoefend, meneer voorzitter. Het doel is namelijk zorg dragen dat de salarissen betaald worden, de pensioenen gegarandeerd zijn van de SLM-medewerkers en dat SLM weer een nationale trots mag worden, meneer voorzitter. En Grasalgo weer een productiebedrijf mag worden dat produceren zal zijn en inkomsten mag genereren en dividend mag overdragen aan de staat, meneer voorzitter. En dit was het dan weer voor wat betreft Focus. Bedankt voor uw aandacht en tot morgen.